Nou, het is eigenlijk, het gaat allemaal tegelijk. Dus ik denk niet dat het een goede manier is als je in de klas, want dat moet je toch een beetje in de stramien stoppen. Maar bij mij gaat het allemaal tegelijk. Dus beschrijven en verplaatsen, interpreteren, op internet zoeken. Wat is het eigenlijk? Waar ben ik? Kijk heel vaak op Street View. Dus niet overal is Street View, maar hoe ziet die straat eruit? Oh, is daar een zijstraatje? Oh, is daar tegenover een parkeerplaats? Heel vaak zie je het helemaal niet op foto's. En dat bepaalt heel erg van de ruimte waarin dingen gebeuren. En zo knal ik sowieso de hele tijd heen en weer. Bij mij is het gewoon één grote associatieve ruimte waar ik in zit. Maar dat kun je misschien met, als je er les in geeft, niet zo aanpakken. Maar misschien ook wel. Misschien kun je gewoon het opengooien voor een klas en zeggen, nou, om te beginnen, wat zien jullie allemaal? En dan komt er al heel snel een waardeoordeel. En als je dan ook nog vraagt van, maar als jij nou dat kind was, of die man, of hoe zou, wat, dan krijg je die verplaatsing al. Dus je kunt het allemaal zo woef. En die kinderen, die roepen wel. Ja. Dus zou je leerkracht aanraden om dan ook niet een duidelijk stappenplan te volgen, maar het open te gooien? Ja, met een paar van die haakjes die je hebt om het weer los te trekken.